Deze beschouwing die is op een zondagochtend. Het is half negen. Het is zondag 14 juni. Het is een feestdag in Frankrijk. Catholische souillet. Het is lekker weer. Het is bewolkt. En ja, op een of andere manier, en dat had ik gisteren ook al. Het is net. Alsof het ruikt naar Frankrijk. In de zomer. Hè? Frankrijk in de zomer. Ook de geluiden klinken zo. Ze zijn die, uh, die F-16's weer eens aan het uitproberen. Ik snap echt niet waar wij als Nederland die, die dingen voor nodig hebben. Anders dan de burgers weer eens te laten horen dat ze nog steeds kunnen vliegen. <laughs> Stomme militairen. <laughs> ah, Breek me de bek niet open. Maar dan hoor je zo die, die straaljagers voorbij gaan. En dan moet ik gelijk weer denken aan vakanties in, in Frankrijk. Daar hebben ze niet F-16's, maar daar hebben ze mirages. Nu hoor je dan ook zo. Echt zo'n zomers vakantiegevoel. Ook lekker de balkondeur open. Oh, het zonnetje breekt door. Ja, en nu denk je ook weer gelijk aan Frankrijk. Ik weet nog die ochtenden dat je dan opstond in je tentje. Dat je denkt, oeh, het is een beetje fris. Maar dan breekt het zonnetje door. En dan wordt het weer bloed en bloed en bloed heet. Het onderwerp. Dat staat boven deze titel natuurlijk, boven deze film. Het bestaan van God. En. Ik heb er al eerder uh, iets over gezegd. Uh, punt 1, je, je kan niet bewijzen dat God bestaat. Dus een, een theodicee, zo'n dus godsbewijs ofzo, dat, dat is er niet. Hè? Het enige wat je kan. Dat is een. Dat heet de logica regelen. En die heet EFSQ. Ik heb ook logica gestudeerd. Ik heb er les in gegeven, by the way. Ik was studentassistent. Dat was een ontzettend leuke baan. Dan gaf ik les op de. Twintigste verdieping van het Erasmusgebouw in Nijmegen, bij die Katholieke Universiteit. Dus ik vond mezelf een hoogleraar. Ja, ha, 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 ha. ja, logisch gesproken had ik gelijk. Dat was heel hoog waar ik les gaf. En die EFSQ-regel, dat is een afkorting. En dat betekent ex falso Sequitur Quodlibet. Ja. Yeah. Ik kan ook Latijn. En ex betekent uit. En falso, dat betekent ja, fout of zo. of ongerijmd is het officiële woord in deze context. En dan sequitur, dat betekent volgt. Dus uh, iets volgt uit iets anders. Hè? Dat zeker. Ik weet niet welke, er zal wel een Engels woord zijn wat er ook... Mee te maken heeft voor Frans woord. Engels en Frans zijn heel erg Latijn georiënteerd. Hè? Je kan zeggen dat Engels en Frans daarmee net zo kunstmatig zijn als Latijn. En quod Libet, dat betekent uh, wat je maar wil. Of van alles. Libet is het woord vrije libres of zo, maar een kwot is iets als alles, of wat, ja. ja, wat maar kan of zo. Dus uit het ongerijmde volgt van alles. Met andere woorden, als als uit iets, maar uh, ja, dat je er van alles uit kan afleiden, dan is dat iets niet waar. Volg je me nog? Dus als je iets corrects als uitgangspunt neemt, dan volgt daar iets anders uit wat ook correct is. En als je iets incorrects als uitgangspunt neemt, dan, ja, dan is de uitkomst volslagen. Het kan van alles zijn. Dus als de uitkomst van alles is, dan is het uitgangspunt niet goed. Nou, die EFSQ-regel, die. Uh, Die is niet altijd toegestaan. Er, er is nog wat discussie over of de EFSQ-regel, of die wel helemaal kosher is, die wel kan. Maar laten we aannemen dat die mag, dat die toegestaan is, dan kan je bewijzen dat God bestaat. Dit is dus niet echt een godsbewijs, omdat de EFSQ-regel. Nou, men is het er nog niet over eens. Hè? Dus alle wetenschappers zijn het er over eens dat de opwarming van de aarde de laatste 100 jaar. dat dat komt doordat we te veel auto rijden. Ik denk dat dat komt omdat de wetenschappers allemaal gek geworden zijn. Ze dus hebben syfilus opgelopen of zo. Te leuke dingen gedaan met te mooie brunettes, met te veel cocaïne, denk ik. Maar daar heb ik het een andere keer over. Maar er is geen consensus over de EFSQ-regel. En die klopt ook. Die... Ik, ik ben daar wel voor eigenlijk. In de pure logica. Maar dan nog, onzin blijft onzin. En dat onzin volgt van alles. En wat ik nou gisteren voor het slapen gaan nog even zag. was een man. en die was een. Hoe noem eens zoiets van dan. atoomgeleerde. Een nuclear physicist. Dus geen dombo of zo. En. ja, die mannen. die atoomgeleerden. nou, die kunnen rekenen en dat soort dingen. En die stond dan stil bij het feit dat. volgens. De atheïstische uh, theorie dat dan er een Big Bang was en daar is alle materie uit voortgekomen. Nou, dat was toen één grote chaos: hè? uit een explosie, hè, dan kaboom. Heb je dus van alles. Hè? En we weten ook dat sinds die tijd een deel van de materie, te weten de materie hier op aarde, die heeft zich geformeerd. Tot bijvoorbeeld Perry Franciscus Martinus Winkel, burgerservice nummer 059-668-301. En waarom zou die materie zich formeren? Nou, zeggen dan de atheïstische... Bestaan verklaarders? Nou, uh, toevallig. Het is allemaal toeval. He, dus materie heeft het vermogen om zich te groeperen tot zoiets als een mens. En is het één keer gegroepeerd tot mens, ja, dan gaan die mensen die gaan porno kijken. En die, nou, nou, tegenwoordig dan, hè, maar ze gaan seks hebben en dan krijg je nieuwe mensen. En dat is allemaal heel logisch dat mensen seks hebben, want seks iedereen doet dan seks, dus dan krijg je nieuwe mensen, dus dan ben je thuis. Alleen hoe kom je aan die eerste mens? Nou, dat is toevallig. Die moleculen zijn toevallig bij elkaar gekomen of atomen. Nou, als je daaraan gaat lopen rekenen van wat is de kans dat ja, want je hebt het niet over twee atomen die toevallig tegen elkaar aanbotsten. Maar in het geval van zoiets simpels als een enkele cel. En een mens bestaat uit ik weet niet hoeveel cellen. Een enkele cel bestaat uit een partij atomen, jongen. En dat moet allemaal op precies hetzelfde moment bij elkaar gekomen zijn. in een toevallige toevalligheid. Ja, dat is al te toevallig. Als je daaraan gaat lopen rekenen, dan kom je op getallen. En die zijn groter dan gochol. Een gochol. Gochol zeg je ook wel. G-O-G-O-L op het Nederlands. Daar is die firma naam Google, dat is Engels voor gochol. Een gochol, dat is een 1 met 100 nullen. Dus 100 is een 1 met 2 nullen, 1000 is een 1 met 3 nullen, 10.000 is een 1 met 4 nullen en Gochel is een 1 met 100 nullen. Nou, dat is echt erg veel. Een miljard heeft 9 nullen, wat hebben wij dan? Een biljoen heeft 12 nullen en dan heb je met 15 nullen... Een met 18 nullen dat noemen wij een peta of zo. Dat heb je nog maar 18 nullen. Kortom, uh, we hebben geen naam voor een 1 met 37 nullen. We hebben ook niet een naam voor een 1 met 73 nullen. We hebben wel een naam voor een 1 met 100 nullen. Dat noemen we gochel. Dat is echt verschrikkelijk gaat. Het totaal aantal atomen in het heelal is een 1 met 80 nullen. Dus een gochol is meer dan het aantal atomen in het heelal. Te weten 10 miljard meer. 10 miljard keer zoveel is gochel dan het aantal atomen in het heelal. Nee, wat zeg ik? 10 miljard keer 10 miljard. <laughs> Verschrikkelijk man. Nou, en de kans dat de uh, atomen bij elkaar komen om zoiets simpels te vormen als een, uh, een enkel cellig uh, iets. Eén cel. Want in een cel er zit een membraan, dus dat is een celwand. Maar de celwand is niet gewoon een wandje, de membraanfunctie zit erin. En in een cel er zit een kern met DNA en je hebt ook nog RNA en je hebt nog de mitochondria. Ah, ga maar door. Cel op zich, daar kan je een boek over schrijven. Het wat er allemaal wel niet in zit, man. En dat is toevallig bij elkaar gekomen? Nee, daar dat, dat kan je aan gaan rekenen. En die kans is dan 1 op. En dan krijg je een 1 met uh, 300 nullen. 300 nullen.

vergeleken met de kans dat die atomen bij elkaar komen en toevallig een cel gaan vormen. Nou, en dan is er een, een denker geweest, een filosoof, en die leefde en het is geboren, dat weet ik niet precies, maar hij, is, hij heeft furoren gemaakt. Nou, furoren, hij was niet eens zo beroemd in zijn dagen. By the way, je had die Georg Wilhelm Friedrich Hegel. <laughs> De man waarbij je er niet kan laten om daar een grapje over te maken. Die ongelofelijke... Ja, ja ik blijf het erg vinden voor Duitsers dan, hè. Dus, dan zeg je, ja, maar waarom zou je medelijden hebben met Duitsers? Want die liepen aan achter Adolf Hitler. En, uh, ja. Maar Hegel was een Duitser. Ja. Kijk, als, laat ik het zo zeggen, als Duitser sta je toch al slecht te boek vanwege Adolf Hitler? Adolf Hitler ben je achteruit gelopen. Ja, dus dat is al erg voor een Duitser, snap je? En dan moet je ook nog kunnen toegeven dat Georg Wilhelm Friedrich uh, Hegel dat het ook een Duitser was. Ja, op een dag is het erg genoeg geweest, hoor. Dus ik ben er eigenlijk voor dat we zeggen dat uh, Georg Wilhelm Friedrich uh, Hegel... Dat, ...die noemde zichzelf een Duitser, maar dat was niet echt zo. Ja, De dus vraag is dan wat hij wel was, maar... Dat was in ieder geval erg dom. Uh, Hegel is die man van uh, these, uh, antithese, uh, synthese. Waar uh, iedereen het altijd over heeft in het uh, samensweringsland. Uh. Anyway, uh, Schopenhauer die zei... Uh, behalve de materie, de wereld... de representatie, heet die ook, noemde hij dat ook wel... dat is het woord van... Uh, van Schopenhauer. De, de voorstelling. Die voorstelling. Een voorstelling. Stel je voor. De wereld. Als wil en voorstelling. En dus alles wat er is, heeft twee componenten. Namelijk een materiële component. De objectieve werkelijkheid. Zo mag je het ook noemen. Dat is de voorstelling. En die voorstelling... Dat is een ordening. Dat zijn geordende atomen. En die hebben zich zo geordend vanwege een wil. Dat zegt Schopenhauer. En dat is niet weerlegd. Het enige wat Friedrich Nietzsche erop kon zeggen was dat. Die wil, een wil is tot macht. Omdat een wil die niet tot macht komt, niet tot macht wil komen, dat is een slappe wil. Dat is dus geen wil. Dus een wil per definitie wil tot macht komen. De wil zum macht, begrip van Friedrich Nietzsche. En ik denk dat dat correct is van uh, herr Nietzsche. Nietzsche is trouwens overleden als uh, patiënt, permanent verblijver van een gekkenhuis. De vraag is of Nietzsche gek was, of dat ze hem daarin gestopt hebben om van hem af te zijn. Dat, uh, dat is niet ondenkbaar hoor, dat dat soort dingen zijn gebeurd met mensen. Mensen die een iets te grote mond hadden. Maar dit laatste weet ik niet, dat is een uh, vermoeden. Ik weet zeker dat het kan, maar uh, dat wil niet zeggen dat het zo gebeurd is. Toch? Schopenhauer zei: Er is een wil die de materie doet verenigen. En dat kan maar één wil zijn. Dus één ondeelbare wil, omdat er geen twee willen kunnen zijn. Dat wil je niet. En als er twee willen zijn, ja, waar komen die twee willen dan vandaan? Ja, dan moet dan weer komen van één en dezelfde wil. Dus één wil. Ja, die wil dan uh, iets en dat geeft een voorstelling. En dan kunnen wij denken dat het twee verschillende willen zijn. Maar het is maar één wil. Wij zien het dan als twee. Maar er is maar één wil. En die wil heeft alles gecreëerd. En dat begrip de wil van Schopenhauer... Dat past met een klein beetje zout en peper erbij. Is dat gelijkvormig aan het begrip God uit de Bijbel. In de beginnen schiep God hemel en aarde. God wilde dat. Het is, de, het is de wil die de hemel en de aarde heeft gecreëerd en die wil dat was God. Dat hij hemel en aarde gemaakt, maar toen wilde God nog meer. Dan wil ik ook dit, dan wil ik ook dat, dan wil ik ook zus, dan wil ik ook zo. Zes dagen lang is hij bezig geweest. En toen ging hij een stukje dan. Toen ging hij rusten. En dat's, dat, met de zevende dag, dat dat de rustdag is. Het getal zeven, by the way, dat... Het, het heeft nogal wat uh, voeten in de aarde, hoor. De zeven. Het zit zwaar in onze cultuur. De week is zeven dagen. Daar zijn we enorm aan gewend. Er is trouwens een tijd geweest dat een week uh, tien dagen bestond. By the way. Er zijn trouwens tijden geweest dat de hele kalender anders in elkaar zat. Wat waar je deden we toen? Het is een tijd geweest dat een jaar, dat was precies zoveel maanden. En dan had je dus af en toe, had je eens per jaar een schrikkelweek, zullen we maar zeggen. Of een schrikkelmaand. Eens per jaar. Dus wat we nu met, met februari hebben, maar, maar dan anders. Dan was het zomaar in één. Twee dagen later was het weer weekend. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar... Die oude kalender. En de zevende letter van het alfabet is de letter G. En dan moet je ook weer denken: van, hmm. Er zit nogal wat in. Duidelijk is dat dat verhaal van Schopenhauer. Verklaart hoe het kan dat sinds de Big Bang. de materie zich gerangschikt heeft in die ordening. Als Chopin zou zeggen: ja, dat komt omdat er een wil is. En die wilde dat. En Omdat die wil dat wilde, is het dus niet toevallig. dat er zoiets is als de mens. Nee, dat was namelijk het gevolg van de wil. Dus als je het werk van Schopenhauer naast de Bijbel legt, dan... Ja, ik zie niet veel verschillen, anders dan in de Bijbel dan heel diep wordt ingegaan op de aard van de wil. En ja, dat kan je dan weer goed praten door te stellen dat ook Schopenhauer vindt. Dat zoiets als medelijden, mededogen, een zachtmoedigheid, dat dat de eigenschappen zijn van een mens die conform de wil zijn. En neem je dat als uitgangspunt, dat er, dus, dat er ruimte moet zijn voor zachtmoedigheid en dat soort dingen, en begrip en al die zaken, ja, en dan volgen daar morele richtlijnen uit. Richtlijnen zoals. Uh, uh, begeer niet dat wat van een ander is. En. Uh, doe tegen anderen zoals jij wilt, het anderen doen tegen jou. En. Heb respect voor je ouders. En. Nou, uh, zo kan ik nog een hele trits uh, opentrekken. Ja, maar in numeri 31. Daar staat dat Mozes hebt gezegd. Uh, Slag die uh, medanieten af. Ja. ja, dat klopt. Maar dan moet je wel even weten over wat voor volk je het hebt. Ik, ik, ik wil niet lullig overkomen of zo... maar kijkende naar de Nederlandse samenleving... alleen de Nederlandse samenleving... en ik zie dat volslagen immorele gedrag... Het was, ik was bij Café de Wacht. Het was een uurtje of twee, half drie s middags En ik zit daar lekker uh, aan mijn, uh, mijn eerste biertje. In het zonnetje. En ook op dat terras zaten uh, twee jonge mensen. Een jongen en een meisje. En die waren allebei, allebei op weg naar huis. En ze hadden een of andere wild party gehad. Uitgeslapen. En kennelijk nog even een kopje koffie bij een café de wacht. En dan met de trein of zo. Hè. Zo stel ik me dat voor. Dat weet ik niet, maar ik denk dat het zoiets was. En dat meisje had de nacht doorgebracht. in Arnhem. En de jongen dus ook. En ze hadden allebei geslapen bij een manspersoon. Die jongen bij een vriend van hem. En het meisje bij een jongen die ze op het feest had opgedukeld. En zij had met die jongen, haar gastheer, seks gehad. En ze vertelde dus aan die jongen die dan zat met haar koffie te drinken... en die netjes geslapen had bij een vriend van hem. Zei ze van na zich. Die jongen waarbij ze geslapen had en waarmee ze seks had gehad... die had nadat ze seks hadden gehad tegen haar gezegd van nou zich. Jij bent makkelijk. Daarin, hè. Uh, ja, je hebt me net eventjes gezien op dat feest en ja, het was gezellig. Hè? En ik heb mijn uh, jonge heer uh, in jouw edele deel van je lichaam mogen steken en heen en weer mogen halen, net zolang dat hij spriet, spriet, spriet deed. Uh, dat is toch iets wat je normaal gesproken pas doet als je iemand heel goed kent, of niet? Neem mijn woning. Daar, in mijn woning laat ik niet zomaar iedereen binnen. En dat is normaal mijn woning. En hoe zou ik dan, wanneer ik een vrouw was, iemand anders zijn penis. en je weet niet waar die penis die avond ervoor geweest is? Misschien is die persoon wel naar de hoeren geweest. En heeft hij een tientje extra betaald om het zonder condoom te mogen doen. Ja, dan zit ze lul onder de schimmeltoestanden, sporen, ellende, huppeltje pub. En dan jij je hete oventje even open doen voor uh, zo'n vieze jonge heer. En dan zei dat meisje tegen die jongen op het terras, naast nou, zich. En die jongen zei van uh, dat ik wel heel erg makkelijk was. Nou, dat heb ik gelijk gepareerd. En ik heb tegen die jongen gezegd: ik makkelijk, ik makkelijk, ik makkelijk, jij bent makkelijk. Dan dacht ik: Oh mijn god, zal ik bier blijven drinken of zal ik toch maar gelijk overschakelen naar de jongen in Even? Ja, het was, pas, het was pas drie uur smiddag. Dus. Hé, hey, dat is toch eenmaal reëel, of niet? So, waar moet dat naartoe? Zou je zo'n meisje willen zien? Met een bolle buik? Dan word je toch. Zo, ik heb. Ik ben natuurlijk wat ouder dan jullie, denk ik. Nou ja, weet ik ook niet zeker, maar ik heb nogal wat moeders bezig gezien. Hè? En er zijn moeders en die gaan met hun kinderen om. Op een manier dat je. Uh... Ja, daar moet je vanaf je nek. Daar word je echt niet blij van. Totaal immoreel gaan ze met die kinderen om. Deze vrouw dat is een, uh, een tot. Een T-H-O-T. That whore over there. Een thot. Het is gewoon hoeren. Het is een, een, een hoer die, die het lekker vindt. En ja, de meeste hoeren die vinden het ook lekker. Die, die gaan echt niet. Ik ken een hoer. Daar heb ik niks mee gehad of zo. Maar die vertelde dus aan mij dat zij, dus, uh, ging ze de baan op. En zei ze, nou, dan heb ik soms op een avond heb ik genoeg verdiend. En dan komt er nog een auto aan rijden en dan denk ik, ach, ik heb er eigenlijk wel zin in. Dan nou, zei ze dan doe ik het nog een keer. Terwijl ik al genoeg verdiend heb, het was er gebruikte cocaïne. Nou, dan moet je er wel even hè, voor gaan scoren. Maar ze had genoeg. En dat denk ik: nou, gewoon voor het lekkere doe ik het nog een keer. En dan denk je, jeetje, jeetje, jeetje. De jeugd, hè? Wauw. En zo waren die Melanieten ook. Die vrouwen dan, hè? En wat krijg je daarvan? Ja. Uh, ziektes natuurlijk. Ziektes, kapotte gezinnen, losgeslagen kinderen. En daarom werden die medanieten afgeslacht. Alleen de hele jonge meisjes hebben ze in leven gelaten. Mochten van Mozes in leven worden gelaten. Hele jonge meisjes. Op voorwaarde dat ze geen seks hadden gehad. Zo erg was het met die Medanieten. Hè? Dat je zelfs van hele jonge meisjes niet zeker kon weten... of ze nog wel maagd waren. Die Medanieten, jongen, die, die staken hun lul nog in een rauwe aardappel. Als ze maar klaar kwamen. En in het boek van Mozes, de Numeri staat dan... Uh, dat God namens Mozes sprak en dat Mozes, sprekende namens God, zei: slacht af die meuk. Want ze waren een tijdje op een vriendschappelijke manier omgegaan met die medanieten en dat was het volk Gods hè? niet goed bekomen. Ik heb geen enkele moeite met Numeri 31. En kijkend naar de Nederlandse samenleving, dan denk ik: nou, die samenleving die smekt erom om afgeslacht te worden. Ik zag zo'n uitzending gemiste ding, en dat heette. Maar het onderwerp was in elk geval seks, en het werd gepresenteerd door een jonge vrouw van een jaar of twintig. En deze keer was het onderwerp seks op de camping. En men werd er stilgestaan bij het feit dat, ja, als je bovenop uh, gaat zitten als meisje, dat je dan, uh, ja, je hoofd, uh, ja, dan moet je dus een beetje buigen als je een laag tentje hebt. Het zal je dochter maar zijn die zo'n programma presenteert, bedoel ik. Het zal je dochter maar zijn. Nou, dit gaat fout, mensen. Echt, dit gaat fout. Er gaat straks iets met Nederland gebeuren, jongen, en dan gaat iedereen achteraf zeggen van: "Goh, nou, en dus netjes of uh, ja, wij net als de Middennieten uh, afgeslacht Widdy. of uh, sodom en gomorra of zo. Dit is wat ik je brom. Niet raar van staan te kijken, want de wil die de chaos heeft geformeerd tot een orde, die heeft dat niet gedaan zodat wij er weer een puinhoop van kunnen maken. Snap je? Dat pikt hij niet. Een orde uit chaos, dat is, dat is de wil. Het, het, het credo van die vrijmetselaarij, die hebben dus het credo van God genomen. Uh, die, die zitten een beetje zelf God te spelen. Terwijl wat ze doen dat is puur chaotisch. Ook nog een keer. En wat dat meisje deed, uh, de, een avondje feesten in Arnhem. En dan uh, nou, duikelen we ergens op het feest, duikelen we wel een jongen op. En dan mag je bij die jongen in zijn warme bedje slapen. En dan ga je op je rug liggen met je knieën uit elkaar. Heb je nog een leuk einde van de avond ook? Heb je weer eens een pik in je edele onderbuik gehad? Met risico op. Ga kan nog even kijken op www.geslachtziekte.nl Er zijn echt hele leuke kleurenfoto's, ongetwijfeld. Ooit gehoord van aids? Ja, maar Perry, jij was toch zo kritisch. Wat vind je dan van AIDS? Nou ja, AIDS heeft in elk geval te maken met overdadig antibioticumgebruik. Dus als je, mensen met AIDS-diagnose in de westerse wereld dan. Die hebben merkwaardig veel uh, antibiotica geslikt, gespoten, whatever. En antibiotica, zoals je weet, dat zijn aflatoxine. En aflatoxine, zoals je weet, die behoren tot de meest toxische stoffen. Van deze aarde. Oh, de Piri, dus jij gelooft dus dat als je veel gif in je neemt. dat dat niet goed is voor je lichaam. Ja, inderdaad, dat geloof ik, ja. Gek, hè? Maar ik ben echt. Uh, ik ben helemaal van de pot gevallen, hoor. En natuurlijk is dat zo. Je moet antibiotica echt niet doen. Dat is, uh... Dan moet het heel, 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 heel erg zijn. En ja, dan misschien. Maar zeker geen uh, ja, wilde seksavonturen en dan met je druipen naar de dokter en dan vragen om antibiotica. Dat is, uh, dat is vragen om problemen, jongen. Dus je moet je leuter niet zomaar overal instoppen en je moet je als vrouw niet zomaar laten inpalen met iedere leuter. Klaar. Want dat een jongen je mee naar huis vraagt, uh, je de uitnodigt om bij hem te komen slapen, dat betekent niet dat je dan maar gelijk op je rug moet gaan liggen met je knieën uit elkaar. Snap je? Je kan toch in godsnaam wel je onderbroek aanhalen als je bij iemand gaat slapen? Wat is dat nou? Nee, dat is een, uh, zoals het heet een zondige maatschappij. En dat wordt één grote chaos. En ja, in die chaos krijg je ziektes, epidemieën. En, en momenteel hebben wij een straf dat wij een regering hebben. En die gaan dan uh, in, ja, hebben ze in Parijs hebben zo'n klimaatakkoord getekend. Wat erop neerkomt dat wij beroofd gaan worden van nog meer poen. En die gaan zij dan verzamelen. En dan gaan ze met al dat geld gaan ze kijken of ze iets voor het klimaat kunnen doen. En waarschijnlijk zullen ze gaan zeggen: Nou, laten we maar niks doen met dat geld. Want anders dan krijg je nog meer CO2. Door de Europese Unie heeft al laten door. Nee, die heeft al. De bouw van windmolens gaan ze nu aan, aan banden leggen. Hè? Uh, geen windmolens meer, mensen. Want dat kost geen CO2. Nee, dat kost NO2. En de burger. Oh, NO2. Oh. Ja. In Brussel maar lachen. Van, wat zijn die mensen toch dom? Ja, inderdaad zijn ze ook. Want die mensen zijn zich niet bewust, bewust van de wil. Ze zijn zich niet bewust van het feit dat Arthur Schopenhauer in de 19e eeuw... Uh, dat geweldige boek heeft geschreven, De Wereld als Wil en Voorstelling. En ze zijn zich ook niet bewust van het feit dat Arthur Schopenhauer dat deed... toen hij, Arthur Schopenhauer, een schrijver was... dat dat bijna twee millennia was nadat de laatste hand werd gelegd aan de Bijbel. Ja, 90% die. Ja. Die, die hechten meer aan. De, een nieuw boek. wat de een of andere prijs heeft gewonnen. Waarin dan een moordpartij aan het licht komt. met allemaal gruwelijkheden. en dan ook nog pikante scènes erin. en. Nou. Ja. onverwachte wendingen. Op driekwart kwart van het boek werden ervan overtuigd. dat de dokter het heeft gedaan. maar dan blijkt uiteindelijk dat de dokter. Zijn dochter het heeft gedaan. Zo'n boek vinden mensen interessant. De Bijbel. Wat is het verschil tussen de Bijbel en toiletpapier volgens die mensen? Nou, ze zullen zeggen met toiletpapier veeg je je billen makkelijker af. En met de Bijbel is het zo'n geknoei. Als je daar je billen mee af wil vegen. Van het gladde papier. Nou, ik heb liever een beetje dat. wat ruwere papier. Om er maar te zwijgen over het werk van Schopenhauer. Dat... Mensen weten niet eens dat die man bestaan heeft. Ik ken ook een jonge vrouw. En op de middelbare school. Met scholen, ging ze met iedereen naar bed. En dat vertelden ze me dus. Oh ja, de vader was veroordeeld voor fraude. Die is nog de gevangenis ingegaan. Die werkte als boekhouder. Ze waren erachter gekomen dat hij fraudeerde. <laughs> Politie aan huis, man gearresteerd, rechtszaak. Huppakee, de bak in. Doeg. Er was een witteboordencrimineel. Dat was haar vader. En zij ging met iedereen naar bed. Nou, nah, ze zei tegen mij... Ik had gewoon graag seks met iedereen. En ik werd door de andere mensen waar ik dan niet mee naar bed ging, werd ik een hoer genoemd. En zelfs door de mensen waarmee ik naar bed was geweest, werd ik een hoer genoemd. Nou, dat vind je dat niet schandalig? Ik heb er maar niks van gezegd. Maar ik heb gedacht: ja, kijk, als jij je gedraagt als een hoer. Wat is er dan raar aan dat iemand jou een hoer noemt? Dan kan je zeggen, ja, maar je het helemaal niet uh, aardig om iemand uh, een hoer te noemen. Nee, maar gedraag je dan niet als een hoer? Dus als je dat niet wil, dan, ja, punt één, Ja, je moet je zonder meer niet gedragen als een hoer. En als je je niet gedraagt als een hoer, en ze noemen jou een hoer, dan moet je denken, waar heb je het over? Doe, je mag mij ook nigger noemen, hoor. Nou, noem je mij nigger? Nou, dat is best jongen. Ja, moet ik me daar wat van aantrekken? Vroeger noemden ze mij Brillenjood. Ik weet wel dat ik daar er heel erg boos over werd. Als je me nu brillenjood zou noemen, dan denk je van oh, voor zover je me Jood noemt, vind ik dat wel een compliment. Christus was ook een Jood. Matthäus was een Jood, Marcus was een Jood, Lucas was een Jood, Johannes was een Jood. Nou, in dat rijtje wil ik Westen uh, thuis horen. Daar heb ik ben er geen moeite mee. En een bril, ja, die heb ik. Een tijdje lang ben ik een contactlenzen jood geweest. Maar daar ben ik mee opgehouden met die contactlensen. Onzin. Ik heb nou weer lekker een bril sinds jaar en dag. Ja, en dat, dat vanuit die wil dus volgt dat vrouwen niet zomaar met Jan en allemaal naar bed moeten gaan. Dat klopt hoor. Dat heeft Schopenhauer aangetoond. Behalve zijn werken De wereld als wil en voorstelling, heeft hij het boek geschreven en het heette Uber die Grundlage der Moral. Dat heb ik gelezen in de Nederlandse vertaling. En in het Nederlands is het vertaald onder de titel Dat Ben Jij, met als subtitel Over de grondslag van de moraal. En daarin legt hij het in 130 pagina's uh, legt hij het uit. En maakt hij gebruik van de wet van de morele wet van Confucius, die oude Chinees. Die leefde 600 jaar voor onze jaartelling. En Confucius komt de uitspraak, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een andere niet. Wat de negatieve verwoording is, of de positieve verwoording, in ieder geval de andersom verwoording is, van de wet die in het Nieuwe Testament staat en die luidt, doe tegen anderen zoals jij wilt dat anderen tegen jou doen. Want dat is het Nieuwe Testament, dat is het begin van onze jaartelling. En Confucius, moeten we allemaal eerlijk toegeven, die was 600 jaar eerder met die uitspraak. Want er is natuurlijk logisch gesproken niet echt verschil tussen de uitspraak van Confucius, die zegt... ...wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En die ja, uit de Bijbel... Tenzij je aan haar kloverij gaat doen, maar het komt op hetzelfde neer. Ik vind die uit de Bijbel uh, iets beter. Maar als jij je houdt aan de wet van Confucius vind ik het ook goed. Ik ga er geen probleem over maken. En op basis van die wet van Confucius, waar iedereen het toch mee akkoord is: dat je, dat, dat een wezenlijkheid is. dan gaat Artis Schoppenhouwer mee aan de slag. Ja, voor de details verwijs ik je naar het boek. En het heet Dat Ben Jij. Het kost hier in de Nederlandse boekhandel 15 euro. Of 19 euro, en dan is het van jou. Gloedje nieuw. Ik heb het gekocht. En 2011. Toen was het net op de markt. Ik had natuurlijk die Duitse versie kunnen kopen, maar mijn Duits is niet zo uh, niet zo denderen. Een shoppenalwa is heel goed vertaald in het Nederlands naar mijn mening, heel begrijpelijk en volgens mij staat het ja, is het correct vertaald. Een zedigheid Hoort erbij. Het hoort bij die orde. Onzedigheid is chaos. Punt. Ik heb net even gekeken naar Jessie Lee Peterson. Ik ga zo dadelijk weer verder kijken naar dat stukje. Want Jessie Lee Peterson is er ook zo iemand die dan met name voor de negroïde bevolking van Amerika. Uh, erin blijft hameren van. Uh, jongens, 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 waar zijn jullie mee bezig? Want als je het hebt over onzedig gedrag. en negro mensen in Amerika. het is ongelooflijk hoor. Ja, de voorbeelden die ik net noemde. van die twee vrouwen, dat waren blanke vrouwen. Dus wij kunnen er ook wat van. Maar die negroïde mensen ook hoor. Wauw, jongen. Het is afgelopen week gebeurd hè, dat een groep van 60 megroïde mensen vanaf een jaartje of 14 tot een jaartje of 30. Met z'n allen een soort uh, kruidvat of zo, winkel. Een Walgreen, hij had. Zo'n. Zo'n supermarkt met apothekenachtige drogisterijspullen. Met z'n zestigen naar binnen. En daar een ravage aangericht, joh. Oh. En spullen gestolen. Oh, spullen stelen en. Uh, ja. De, Hele stallages omverduwen. duwen. Een gooien met de spullen. Ze hebben zelfs nog een winkel bedienen met een, een glazen fles op zijn kop geslagen. Die man die moest naar het ziekenhuis. In het kader van wat? Want Jesselie Peterson heeft ook nog gezegd. Jessie Petersen zelf een neger. Hij heeft zelf gezegd: waar vind je dat, dat gek, jongen? Dat ze vrijwel alle rassen. Een pesthekel hebben aan negers. En wij de negers dan maar een beetje lopen, janken we. Yeah, ja, nobody loves us. Ja, als Jessie Peterson. Vind je het gek? Die zat zieker boos op zijn eigen ras. En terecht. Maar zo ben ik ook boos op mijn ras. We bakken er ook helemaal niks van. En ik vind het echt uitstekend hoor. Laten wij maar lekker klimaatbelasting gaan betalen. En, en, we dwalen ons helemaal suf aan Den Haag en Brussel en de NATO. En allemaal geld weggeven. Want wij hebben dat toch niet nodig. Want wat zouden wij met dat geld kunnen doen? He? Zorgen voor onze oudere mensen onder ons doen we toch niet. Nou, dat doet de overheid ook niet. Dus laten we dat geld maar lekker weggeven aan het Klimaatakkoord van Parijs. Wij doen er toch niks fatsoenlijks mee dan breedbeeld tv's kopen. Punt. En dat komt omdat wij goddeloos zijn. Dat komt omdat wij de wil ontkennen. Dat komt omdat wij geloven dat zoiets als mensen, dat is een toevallige, een, een, een toevallige samenraping van een toevallig aantal hoeveelheid atomen. Wij hebben helemaal geen moraal. We hebben helemaal geen verantwoording. Wij leven er maar op los. Dat is er met ons aan de hand. Goddeloze bende is het. Een goddeloze bende. Van top tot teen. Van de onderlaag tot de bovenlaag. We zijn onbegrijpende zakken moleculen en we kijken tv. Het is nog een godswonder dat we de afstandsbediening nog weten te vinden op vrijdagavond. Jo, die leg ik altijd op de tv. Want inderdaad, Peri, je hebt gelijk. En dan gebeurt het wel hoor. Dan heb ik de hele week hard gewerkt. Dan denk ik, kom, ik ga lekker tv kijken. En dan heeft iemand er weer gelegd, en dan zit hij ergens tussen de kussens van de bank. Nou, en dan is soms het NOS-journal al begonnen. En dan vind ik pas de afstandsbediening. En daarom heb ik ook gezegd thuis: Nou, we leggen de afstandsbediening aan het einde van de avond op de TV. Of daarvoor. Dat is wel een goede tip voor jou, Piri. Ja, dat is ook alles. Het is heel erg hoor. Het is heel erg voor ons. Dit gaat niet de goede kant op. Laat dit gezegd zijn, knoop het in je oren van achter en van voren. En ga als de wie de weerga, naar boekhandel de fakkel en schaf jezelf een Bijbel aan. He, je mag ook beginnen met de kritiek de ruine vernoemd of de Prologomena van Kant. En dan lekker doorstomen naar uh, de wereld als wil een voorstelling. En dan doorstomen naar uh, Dat ben jij. En dan zou ik er al iets van Nietzsche erachteraan pakken. Maar die boeken bij elkaar opgeteld. Want ze staan tegenwoordig niet meer in bibliotheken. De Jezuïeten hebben netjes die boeken verwijderd uit de bibliotheken. Dus die moet je kopen. Nou, ja, en als je dan koopt wat ik je net heb verteld. dan praat je bij elkaar, denk ik, over 250 euro aan boeken. Ja, dat mag van mij hoor. Als jij nog 250 euro hebt liggen, nou, dan koop je die boeken. Dus, uh, de kritiek daaruit Raine vernoemd. Eerste editie, alsjeblieft. Niet die tweede editie. Uh, de Prologomena van Kant moet je hebben. En dan De Wereld als Wil een Voorstelling. Dat zijn twee delen. Die, die worden in één ding verkocht met zo'n doos eromheen. En dan heb je Dat Ben Jij nodig. Dus de Uber die Grundlage der moraal. En dan zou ik... Uh, de Vrolijke Wetenschap van Nietzsche erbij pakken. Dat is toch een erg leuk boek. En... Uh, voorbij Goed en Kwaad. En als je toch bezig bent... Uh, aldus sprak Zarathustra... Bij elkaar denk ik, ja, iets van 200 euro dat je wel kwijt bent. Ja, of je koopt een King James van 8,95 euro, sukkel. Hoe moet ik je oetlul noemen? Of Turtola. Dat is een stuk goedkoper. Hè? En een Statenvertaling, dat is nog in het Nederlands ook, 14,50 euro. Heb je niet zo'n hele grote luxe, niet zo'n huwelijkse bijbel of zo... dan heb je gewoon een handzaam boekje wat je makkelijk mee kan nemen in de Intercity... Als je naar je O-zo belangrijke werk gaat, kan je s'morgens in de trein nog iets fatsoenlijks doen. Namelijk een paar pagina's lezen uit Genesis. En gaat het nou in godsnaam een keer begrijpen wat er staat, man? In den beginnen schiep God hemel en aarde. In den beginnen schiep de wil hemel en aarde. En niet aarde en hemel, nee, hemel en aarde. Snap je? Ja. De volgorde ook nog een keer begrijpen. Oh, wat hebben jullie een hoop te doen. Ja, ja. Maar geef een beetje respect aan het feit dat jij als mens geboren bent. En dat jij dat vermogen, wat je in jouw menselijke lichaam zit, in je menselijke lichaam zit opgesloten. Dat je dat vermogen investeert in het leven, wat jouw gegeven is. En dat je niet als een of andere teletubby rondloopt in je lala-land met een tv in je buik. Snap je? Anders, anders ben jij het leven niet waardig. Punt. En als jij van de orde die de wil heeft geschapen... Als jij die orde gaat lopen verbouwen tot een wanorde... ja Vroeg of laat krijgen het voor je billen. En dan is het niet zozeer dat, dat, dat de wil het op jou heeft gemikt. Het is nog veel erger. Het wordt niet eens opgemerkt dat jij ver, vermalen gaat worden. Die medanieten die zijn afgeslacht in Numeri 31, daar weten wij de namen niet eens meer van. We weten alleen maar dat het hele volk dat was onzedig en niet te vertrouwen en alleen maar ellende en, en ze zijn dood. Dat weten we nog. Maar we weten niet meer dat het ging om uh, Joris uh, van den Berg en Maria van de uh, Huppeltjepub. Echt niet. Die namen zijn weg. Die, zijn, die mensen zijn verdwenen in de vergetelheid. En wat ze gedaan hebben ook. Als je rotzooi hebt uitgevroten, het... ja, dan heb je rotzooi uitgevroten. Maar het, het is niet de moeite van het vastleggen waard. Want iedereen kan rotzooi uitvrijten. Iedereen kan als dat meisje wat dan eventjes naar Arnhem komt voor een feest. Uh, ja, je bent een meisje, je bent een jaar of negentien, uh, je, je hebt leuke tieten, je hebt een begripvolle kont. Ja, natuurlijk mag je bij die jongen op zijn leuter gaan zitten. Maar probeer dat nog een keer als je 56 bent, snap je? En dan wil dat niet meer. Dan heb je hangtieten en een hangkont. En dan mag je juist wel uh, na een wild feestje bij iemand uh, blijven slapen. En dan, uh, als je dan zegt, van, zullen we wilde seks hebben? En dan kijkt hij naar jouw verlebberde lichaam. Zit hij nou, uh, als je het niet erg vindt, uh, ga jij in het logeerbed en ik slaap lekker in mijn eigen bed. Wil je morgenochtend thee of wil je koffie? Kijk, dan is het feest voorbij, snap je? En niemand weet meer hoe je heet. Dat is het loon van degene die... horen in het rijk der vergetelheid. Snap je? En... Um, hoe moet je het noemen? Keer terug op je pad... En laat je naam bijschrijven in het boek der levenden. Er is vergeving namelijk. Snap je? Het is zelfs zo dat Christus heeft laten doorschemeren dat juist degene die. Ja, die chaos hebben veroorzaakt. Die zijn maar stout zijn geweest. Als die dan alsnog hè, bekeren. Dat die meer waard zijn. dan degene die het altijd goed hebben gedaan. Het is niet helemaal letterlijk dat hij dit zegt. maar met een snufje zout. Kan je dat eruit opmaken? Dat is het verhaal van de eerste zullen de laatste zijn, of vice versa. De laatsten zullen de eersten zijn. Er is vergeving, ook voor jou. Maar dan moet je wel die uitgestoken hand pakken. Ja. Nou, jullie hebben hiernaar geluisterd, dus jullie zijn al liefertjes van God. <laughs> Want anders had je vast niet zo lang naar mij geluisterd. Maar... Ja. Het is wel waar wat ik zei, toch? Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers, Tjus en dag, lieverts.